heb je dan die eerste wedstrijd gespeeld net? Dan ben ik toch wel benieuwd. Dan gaat de advocaat voor het eerst na zijn Eredivisie wedstrijd de kleedkamer in. Wat zegt hij dan? Nou ja, dat hij wel heeft genoten van het spel van ons en hoe we met elkaar bezig waren. Achterin goed, voorin nodige kansen gecreëerd. En ja, het ontbreekt dan aan een beetje geluk, denk ik. Dus over de uitslag was hij natuurlijk niet tevreden. Klinkt als een lieve man. Hij zou vast heel lief zijn, ja. Heb jij nou stiekem een beetje te rondkijken in de winterstop? Dat je dacht van, nou, misschien moet ik ook eens een stap gaan maken? Ja, dat kan ik wel denken. Alleen, er moet wel een club zich aanbieden waar je zo'n stap kunnen maken. En, ik heb altijd al aangegeven dat ik na dit seizoen graag verder wil kijken. Dus ik denk dat ik gewoon dit seizoen goed af moet maken. En mezelf moet blijven ontwikkelen en proberen belangrijk te zijn voor Sparta. Wil je in Nederland blijven? Maakt niet zoveel uit. Nee, dat maakt niet uit. Het ligt er gewoon aan mij hoe ik het doe en waar die stap heen zal zijn. Dus als Barça komt, ben je ook gewoon weg? Ja, ik denk het wel. Goed, bedankt jongen.